leerlingen die vroeger de elektrotechniek ingingen en op school dus stof tot zich toe moesten nemen om later bijvoorbeeld monteur te kunnen worden, gingen vaak aan de slag met dit soort opstellingen. Dat zijn elektrotechnische componenten op een bordje die je zo kunt aansluiten, zoals deze. Je neemt bijvoorbeeld dit soort stekketjes, die kun je erin prikken. Dan kun je onder toezicht van een leraar kun je de schakeling in elkaar zetten zoals in het boek staat omschreven. En zo kun je dus deze componenten bestuderen, zelf aansluiten, zeg maar. Nou, de grap hiervan is, dit kun je zelf ook doen. Als je zelf vaak met onderdelen zou werken, die je vaak gebruikt. Bijvoorbeeld, ik gebruik deze zware condensator wel eens vaak. Dat is een beetje een gevaarlijke, want je kunt hem opladen tot 400 volt. Maar als je je hoofd erbij houdt, gaat het niet snel fout. Beveiligingsdiode hier ertussen gesoldeerd. Nou, gewoon plankje op maat maken, gaatjes boren, eerst verven natuurlijk. Dan je condensator er netjes op vastzetten. In dit geval met tie-rips. Een hele plank op rubbers gezet. Dat is gewoon beter. En een beetje onorthodox, maar wel op zich wel goed aangesloten. En zo kun je dus heel simpel je eigen elektrotechnische onderdelen maken. Dat stelt eigenlijk niks voor. Deze twee zijn de rotor, deze twee zijn de stator en deze twee, daar meet je de snelheid van die de motor aangenomen heeft. En in dit is geval mijn voedingsbron. Nou, ik heb er op dit moment drie en natuurlijk ga ik uitbreiden.